Ik zie hier en daar wat rare koppen verschijnen in de media over geheime minnaars. En daar heb ik allemaal helemaal geen zin in. Dus toen dacht ik, weet je, ik zeg het nu eens. Bij hoge uitzondering. En daarna gewoon nooit meer. Wat vinden jullie daarvan? Dat vind ik een hele goeie. Nou, maar zit er een primeurtje aan te komen, Dionne? Wacht, ik pak de trommels er even bij. Wacht. Oh, godzijdank. Hallo Telegraaf, bent u wakker? Oké, alle journalisten even de radio harder zetten, want Dionne gaat een statement maken. Nou, statement. Ach, ik heb een jaar geleden iemand leren kennen en daar heb ik het heel gezellig mee. En het is geen geheime minnaar, dat is gewoon een hele leuke vriend. En ja, dat is het eigenlijk. We hebben het heel fijn. Wat leuk. Waar ken je hem van? Uit de kroeg. En waarom vind je hem zo leuk? Waarom vind jij je vriendin zo leuk? Nou ja, hij is gewoon, lief is. Hij is heel lief en ik kan heel erg met hem lachen. En we hebben het heel fijn samen. En we hebben daar eigenlijk nooit een geheim van gemaakt. Alleen, nu zie ik hier en daar in één keer geheime minnaar staan. En ik, god, daar gaan we weer. Kijk, en ik ben nooit zo spraakzaam over mijn privéleven. Ik wil het ook verder helemaal privé houden, maar bij deze. Maar hoeveel mannenharten breek je nu al? We hebben morgen duizenden uitvallers bij de Vierdaagse. Maar wat ontzettend, dat is toch ontzettend leuk nieuws. En welk stadium zit je? Zit je al in de... We hebben een Volvo Station gekocht. Zit je al... We hebben een puppy gekocht. Woon je al samen? Heb je al kindjes? In welk stadium zit je? We hebben het gewoon heel gezellig, Frank. Dat is ook mooi. Nou, heb je goed gedaan, Dionne. Wat ontzettend leuk. En Ik weet, moeten we nog meer vragen erover? Nou, kunnen we ophangen, eigenlijk toch? Niks. Nee. Ik vind het eigenlijk al meer dan genoeg. Ja, ik vind het eigenlijk al veel te veel. Kennen we hem? Is hij van de televisie? Nee, dat is hij niet. En hij heeft ook helemaal niks met media en met pers. Heerlijk. Dus, heel fijn. Ja, ik ben toch een slechte roddeljournalist. Ja, ik ben voetballer. Ja, maar hou dat zo. Ik vind het ergens ook al zo tof dat je het gewoon vertelt. Die vind ik ook. Dat je, wij moeten ook niet gaan zo op een vissen en doen. Dat vind ik niet aardig. Nee, eigenlijk. Dat is ook helemaal waar. Nou ja, ik word een beetje moe van, weet je. En zeker na afgelopen jaren wat er allemaal geschreven en gezegd is. Ben je in het nieuws geweest? Nou, amper. Ja, ergens vandaag ben ik een keer voorbij gekomen. Nee, maar... Dit is echt wat er speelt. Ik ben al een jaar heel gelukkig. Iedereen die het moet weten, iedereen die ik ken, die weet het al lang. En we hebben er ook nooit een geheim van gemaakt. Dus dat, nou ja. Hey, ga lekker gelukkig wezen. Ja, vandaag ook, zeker. Precies, ja, ga het leuk hebben samen. 35 kilometer wandelen, wat wil je nog meer?